Julia Keizer, hoe rijdt jouw nieuwe bolide? Ja, heel goed. Ik ben natuurlijk heel blij dat ik hier een auto kon winnen als tweede. En dat is een heel mooie auto, Mercedes A-klasse. Dus ik ben daar wel heel blij mee. Ja, want hoe voelt het om hier tweede te worden? Als een vrouw van Mark Houtsager hebben we je allemaal een beetje omarmd. Voelde dat ook zo? Ja, zeker. De stemming was super hier in het stadion. Dus het was echt heel leuk om hier te rijden. En dan om nog zo'n goede plaatsing eruit te halen, om een tweede plaats eruit te halen, is natuurlijk nog veel leuker. Had je dat van tevoren al verwacht? Mijn paard is wel heel goed in vorm op het moment. Dus natuurlijk hoop je altijd dat je nul rijdt. Ik wist ook dat het wel in zat om foutloos te rijden. Maar het moet ook wel lopen en in de barrage sowieso. Dus je kunt nooit van tevoren verwachten. Maar ik had wel een beetje gehoopt dat het goed zou lopen. Hoe bijzonder is de wedstrijd hier in Geesteren voor jou? Zoals ik al zei, het was vandaag echt een hele mooie, hele goede stemming in het stadion. De mensen leefden echt mee. Omstandigheden zijn heel goed voor de paarden, zoals voor ons. Dus het was een mooie wedstrijd. Ja, ik weet wel hoe jij weer thuis komt met die mooie auto. Ja, dat denk ik ook. Dank je.